Van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Test Aankoop. De organisatie die, zoals u weet, u wil informeren, adviseren wanneer u een product koopt. En deze aflevering ga ik aan mijn 10-jarige zoon tonen, want dit zal hem zeker interesseren. We gaan het namelijk hebben over spelconsoles. En dit met expert ter zake, Thomas. Dag Thomas. Goedemorgen. Thomas, ja, ik zeg het al, hè. Nu gaan heel veel jeugd gaan hun oren spitsen, want we gaan het hebben over de nieuwigheden. Laat ons daar eens even mee beginnen. De nieuwigheden bij al die grote spelers van... Ja. Spelconsoles. Er is wel het een en ander aan het gebeuren. PlayStation komt binnenkort uit met zijn PlayStation 5 Pro. Mm-hmm. Met een grotere grafische kaart, wel een duur model. En beschikbaar vanaf november. Xbox met de Series X en S brengt enkele nieuwigheden, zoals niet te veel van te verwachten. Dus nieuwe kleuren, wat extra opslag en de keuze om een schijflezer eruit te laten voor €50 korting. Nintendo... Er zijn veel geruchten rond de Switch 2. Naar waarschijnlijkheid gaat die in lente van 2025 uitkomen, maar dat zijn nog altijd maar geruchten. Ja, PlayStation komt weer lekker strategisch zo voor de kerstdagen met een nieuwe console. Ja, gaat die dan weer in alle winkels uitverkocht zijn nog voor de kinderen die het echt te zien krijgen? Hopelijk van niet. Dat was toch wel een ding, hè? Dat was een PlayStation 5 echt wel een ding. En dat werd ook opgekocht om daarna duurder te verkopen. En dat was... Ja, absoluut. Nu, welke console raad je dan aan? Is daar een beetje een lijn in te trekken? Voor vooral gezinnen en jongere spelers, eerder Nintendo en vooral de Switch. De Switch Lite is wat een kleiner toestel dat voor één persoon gebruik kan zijn. Kan wel interessant zijn. Mm-hmm. Dan is er natuurlijk die eeuwige discussie tussen Xbox en PlayStation 5. En dat is eerder een keuze van smaak. Ja, nog steeds. Dat is eigenlijk een smaakkeuze en voilà. Maar dus voor de PlayStation 5 Pro, die gaat uitkomen, ja, die gaat wel veel betere prestaties hebben en meer opslag, maar die gaat wel heel duur zijn. Dus €800 en nog eens €120 extra voor een schijflezer. En voor de meeste consumenten raden we dat niet aan. Dus PlayStation 5 of PlayStation 5 Slim is prima. We hebben ook een artikel over hoe dat je de opslag daarvan kan vergroten. Mm-hmm. Daarbij raden we ook echt aan om een schijflezer te nemen, omdat je dan ook je speltjes kan... Je hebt dus je speltjes fysiek, waardoor je die daarna kan doorverkopen. Ah, ja. Want je kan speltjes fysiek kopen, maar ook online. Ja. Maar die online kan je eigenlijk nooit doorverkopen aan iemand anders. Ja, nee, inderdaad. En als je internetverbinding ook niet zo snel is, duurt het ook heel lang om die speltjes te downloaden. Want die bewaren zich in een databank ergens... Ja, dat is via de cloud dat je die zal downloaden naar de PlayStation. Maar sommige speltjes... Maar ze zijn wel een beetje goedkoper als je ze online koopt, hè? Het is wel niet een altijd. Je kunt, niet altijd? Niet altijd. Ah, oké. Je kunt wat zoeken. Ja, oké. Okay. De Xbox, daar zei je de nieuwigheden, onder andere kleurtjes, vertelde je me straks, en opslag. Ja, maar ik zei opslag en ook de mogelijkheid om schijflezer eruit te laten. Ja. Wou we eigenlijk niet aanraden. Dus er komt heel veel bij kijken bij dat gamen. Zo denk ik dan bijvoorbeeld ook aan headsets. Ja, correct. Dat is ook wel belangrijk, want tegenwoordig... Ik refereer aan mijn eigen zoon, hè, die spreken met elkaar. Ja. En die moeten een audio hebben die wij vooral niet willen volgen in de living. Mm-hmm. Dus een headset. Vroeger in onze tijd bij de Game Boy was dat allemaal niet aan de orde. Maar hoe moet je daar nu een keuze in maken? Dus je hebt aan de ene kant de bedraden en draadloze gaming headsets. Okay. We raden vaak vooral een bedraden aan. Die zijn goedkoper, zijn eenvoudiger. Die werken met alle consoles, terwijl dat Bluetooth headsets niet per se altijd gaan werken met een PlayStation of een Xbox. Mm-hmm. Wat belangrijk is dat je ook naar onze tests gaat kijken. Dus, jullie hebben daar een testresultaat over. Ja, we hebben recent gaming headsets getest, bedraden. En wat het belangrijkste is dat je kijkt naar draagcomfort, de micro, kwaliteit van de micro en kwaliteit van het geluid. Ja. Nu, bij de Nintendo Switch die je in de hand hebt, begrijp ik dat je dat draadje erin steekt. Maar hoe doe je dat dan met een PlayStation die daar ver weg staat? Op de controller. Daar zit inderdaad een... Ja. All right. Heel belangrijk punt... De lengte van de draad is ook wel... Toch wel een punt om over na te denken, om het dan misschien toch draadloos te doen. Maar je zei dat dan meer weegt. De headset. De draadloze wegen meer, omdat er batterijen in zitten en extra elektronica. Dus dat is toch ook wel, als je daar vaak uren aan een stuk mee speelt, belangrijk om te weten. Oké. Waar moeten we dan nog op letten? We kunnen op de website gaan kijken. Je zei het, bedraad of niet. Ja.
We hebben ook bijvoorbeeld getest op bouwkwaliteit en ook op draagcomfort bijvoorbeeld mee wanneer je een bril hebt. Oké. Zaken. Ben je zelf een gamer, Thomas? Tot een jaar of twee geleden speel Xbox ik wel... Xbox of PlayStation? Ik was vooral PC-gamer. Aha. Dus, ja. Oké. PC-gamer? Ja, dus computer op en dan... Op je computer, ja. Geen spelconsoles. Nee. Alright, oké. Moeten we nog iets meegeven? Het is allemaal wel duur eigenlijk, hè, zo'n spelconsoles. Spelconsoles wel, ja. Ja, ja. Het is wel redelijk duur. Tuurlijk, je kunt er wel spelletjes op degelijke kwaliteit spelen. Een PC kan goedkoper zijn voor de kwaliteit, maar dat hangt natuurlijk wel af van welke spelletjes je speelt. Ja, en welke spelletjes en zo. En ook of je alleen speelt of met meerdere mensen, maakt dat uit? In je keuze van wat je koopt? Een console is natuurlijk wel iets socialer. Dat je met meerdere in de zetel kunt zitten. PC-gaming is per definitie alleen. Ja, tenzij dat je een heel niet zo gemakkelijke opstelling hebt. Je was geen sociale gamer, Thomas. Nee, correct. Ja, nee, dat is wel... Zalig. Ja. Nee, heel veel om over na te denken. Ja. Hopelijk gaan ze af en toe nog een beetje buiten spelen ook. Inderdaad. Maar kijk, naar de kerstdagen toe, heb ik begrepen, is er toch weer van alles nieuws op de markt. En als je daar meer wil over weten, één adres, onze website. Dankjewel, Thomas, om dit te komen verduidelijken. Heb je hier vragen bij, laat het ons zeker weten. En als je het een leuk item vond, geef ons een kleine like. Ik wens u nog een fantastische dag en tot de volgende keer.